gekkenhuis. Maar hopen wel. Ja, ja. En ik doe wel quality time. Nou, een bijzondere dag vandaag. Klopt het dat jij mede-initiatiefnemer bent van deze rit? Ja, ik ben initiatiefnemer van deze rit. Achteruit, niks doen is achteruit gaan, zeg ik. En je moet toch wat doen. En het is heel dichtbij natuurlijk. En ja, ik denk, ja, we moeten gewoon wat doen. Dus ik heb een paar moltenvrienden opgebeld. Daar ben ik mee rond de tafel gaan zitten. En van het een kwam het ander. De stentor kwam erbij. En het heeft dit veroorzaakt, hè, achter ons. Ja. Nou, ik zag zelfs de cameraploeg van Hart van Nederland. Dus veel aandacht vandaag. Ik zag ook dat de motorrijders binnenkwamen. Heel indrukwekkend. Het is heel indrukwekkend. Het was even schrikken natuurlijk dat Hart van Nederland die op de stoep staat. Ik had het hier en daar wel in de fluistergangen gehoord dat ze zouden komen, maar dat verwacht je niet. En dan is het indrukwekkend als je met z'n allen zo weggaat. Dat is geweldig. Het is ook heel mooi dat deze actie zo gesteund wordt. Hè? Cheyenne kwam naar buiten lopen, kijken naar die motoren. Voor haar toch vandaag een mooie dag. Wat hebben jullie vandaag op programma staan? We zijn begonnen bij de Hansestad, zalencentrum de Hansestad in Kampen. Daar hebben we koffie gedronken, cake, zijn we gaan rijden onder begeleiding van de politie. Dit is de eerste motorrijdergroep die eraan komt. Daarna gaan we de motorrijders komen in groepjes van 10. We gaan zo meteen naar Expo Madrid, speeltuin Madrid. Daar gaan we met z'n allen lunchen. En als we daar met de lunch klaar zijn, gaan we terug naar de Hansestad. En daar gaan we warme hap eten en nog even evalueren en napraten. Ja. Nou, indrukwekkende dag vandaag. Ik wens jullie nog een hele goede dag en veilig thuiskomen vanavond. Ik dank u wel.